Michael van Oosterom, de tweelingbroer van Henk van Oosterom, kan nog steeds niet geloven dat zijn broer er niet meer is. De 39-jarige kassenbouwer werd afgelopen weekende in Australië doodgeslagen toen hij probeerde een vechtpartij te sussen. Vanwege forensisch onderzoek is het nog niet duidelijk wanneer zijn lichaam terugkeert naar Nederland. Het hele interview is op www.omroepwest.nl terug te zien. Het Westland krijgt een gloednieuw gemeentehuis, heeft de Westlandse Raad besloten. Westland Verstandig liet bij deze vergadering zijn eigen wethouder Jan Boogaard vallen. 34 miljoen euro is te veel geld voor een nieuw gemeentehuis, vindt de fractie. Boogaard denkt niet aan opstappen, liet hij weten. PvdA Tweede Kamerlid Pierre Heijnen zal zich de komende jaren hard maken voor de HTM. Het vervoersbedrijf is Haags en dat moet het ook blijven, vindt Heijnen. Die belofte doet hij aan de kiezers op een speciale verkiezingswebsite van Omroep West. Op deze site doen politici uit de regio een belofte aan de kiezers. Goed nieuws voor de nieuwe kerk in Delft. Er is toch geld om de restauratie af te maken. Staatssecretaris Halbe Zijlstra van Cultuur geeft 6 miljoen euro. De restauratie lag stil omdat het geld op was. De restauratie kost in totaal 13 miljoen euro.